Yo, leuk dat je kijkt naar Citycraft. Doe vast even dat duimpje omhoog. Oké, ja, dan moet dat het geluid wel zijn. Het, ja, dichtklippen van een fotolijst of zo. What the fuck, jongen? Waarom kom ik daar niet op? Waarom ben ik daar te laat mee gekomen, hè? Waarom heb ik niet ja gedrukt op die Q Music app? Waarom moest het dan ook om 7:30 in de fucking ochtend geraden worden, hè? Ja, het zit ook allemaal niet mee. En net nu ik geld nodig heb voor mijn project. Man, we hebben een andere methode nodig om aan geld en wapens te komen. Zodat ik mijn onderzoek kan verbeteren, hè? Ja, mijn onderzoek. Gelukkig heb ik dit huis nog kunnen financieren met het laatste beetje geld wat ik heb. En heb ik een deel van de machine op kunnen bouwen. Eens even zien. Want ja, de fucking capital. Oh, ze gaan boeten voor wat ze hebben gedaan. Mijn onderzoek was geweldig. En het kleine beetje geld wat ik nog had. Ja, dat zit nu dus allemaal hier in deze geweldige kelder met mijn machine. De VX22.66. Godsamme. Oké, we hebben een methode nodig om aan wapens te komen zodat wij mensen kunnen overvallen, mensen kunnen bedreigen, deze wapens eventueel kunnen verkopen voor geld, zodat ik mijn onderzoek kan verbeteren. Want ja, mijn onderzoek, jongens. Het gaat ook niet makkelijk of zo op dit moment, hè? Nou ja, ik moet me sowieso kunnen verdedigen in deze stad. Het staat erom bekend dat het hier heel erg berucht is en dat hier heel veel criminelen lopen. En ja, ik ben geen crimineel. Ik ben maar een professor en ja, ik kan mijzelf niet verweren tegen dat soort rare praktijken. Ja, weet je wat? Denk, Leon. We moeten even nadenken. Waar gaan wij wapens vandaan toveren? Want ja, die gangs, ja, die zijn veel te sterk voor mij. Dat ga ik in mijn eentje niet lukken, hoor. We moeten ergens kunnen infiltreren. Ja, wat nou als ze eens naar de politie gaan, hè? Ja, dat is een goede manier om aan wapens te komen. Want ja, de politiekracht is hier nog best wel zwak. Ze werden peacekeepers genoemd of zo. Peacekeepers? Plaskeepers? Ja. Ja, ik weet het niet. Maar goed, weet je. Ik ga eens even een paar wapens proberen te fixen. En dat doen we bij de peacekeepers. Dus laten we daar eens even gaan kijken. Is weer één zo'n agent die het weer moeilijk gaat maken, hè? Nou, niet getreurd. Ik vind vast wel een andere weg naar binnen. Als de voordeur niet werkt. Wat zei papa ook alweer? Ja. En dan pak je de achteringang, hè? Ja. Oké. Eens even zien of hier een weg naar binnen is. Ja, kijk. Precies wat we zochten. Of in ieder geval, als die open te krijgen is dan, hè? Geen agenten verder in de buurt. Precies wat we zoeken. En misschien, als die vent dan toch nog even binnen is, dan geven we hem even een klapje op zijn achterhoofd. Maar goed, we moeten even kijken. Is die er nog? Nee, ik zie hem niet. Kijken of we hier naar binnen kunnen komen. Ja, even. Fucking slot. Oh. Volgens mij komt hij er zo aan. Ik hoor een stem boven en de. Of. Ja. Rustig het vuilnis buiten zetten. Even kijken shit. Of niemand. Daar is die. Wachten hier. Nee. Er is helemaal niemand. Helemaal niemand. Vuilnis hierin. Zo. Nou, het wordt wel een mooie dag. Oké. We pakken hem. Ook moeten Stella nog eventjes checken trouwens. Of daar geen rotzooi is. Laat gewoon de deur openstaan. Wat een sukkel. Oké, rustig hier naar binnen. Stil. Wapens. Die zouden hier toch liggen volgens mij. Ja, kijk. Hier zou het kunnen zijn. Achter deze deuren. Eens even zien. Als ik nou ergens naar binnen kan komen of. Kisten, dit moet het zijn. Hier liggen de wapens. Die agent komt er niet aan. Oké. Open. Open. Kom op, ga open. Wat is dit? Oké, misschien. Ga. Ja, open nu. Kom op. Fucking ketting. Dat ga je niet menen. Oké, er moeten ergens anders. Waarom gaat hij niet open? Hij moet toch open gaan? Okay. Hallo meneer, wat doet u hier? Huh? Wat is hier de bedoeling van? Dit is niet wat het lijkt. Dit is toch cappuccino bar? Dit is zeker geen cappuccino bar, meneer.
Ja, jawel, er staat hier een hele grote kop koffie op het dak. Dus ja, dit moet toch de koffiebar zijn. Er staat hier geen koffie op het dak en u bent binnengekomen door de achterdeur nog wel. Ja, dat is toch... Dit leek mij een koffiebar. Ik wilde alleen maar een cappuccino. Maar goed, als het er niet is, dan ga ik er wel weer vandoor. Fijne middag nog. Ja, dat gaat niet zo snel, meneer. Dat doen we niet zo snel. Wat is het? Ik vind het een beetje verdacht waarom u hier dan, ook al is het zout met de koffiebar, waarom probeert u dan door de ijzeren gesloten deuren te komen? Ja, dat is toch logisch. Kijk, dit is toch een cappuccino-apparaat, hè? Kijk. Hoeveel heeft u gedronken, meneer? Ik heb helemaal niks gedronken. Ik ben glashelder. Ja. Oké. Hmm. En dan hebben we alsnog wel een probleempje, want zomaar inbreken bij de peacekeepers, dat zit er natuurlijk niet in, meneer. Dat snapt u zelf ook al, hoop ik. Wat is een peacekeeper precies? Ik ben niet bekend met die term. Wij houden hier de orde op straat. Wij zorgen dat het veilig is. Of tenminste, relatief veilig natuurlijk. Ja, maar kijk, weet je, we zijn nu in dit gebouw en dit is heel erg veilig. Dus ja, ik denk dat ik hier ook weer veilig weg kan gaan, toch? Ah, prima. Hey, ik wens u nog een fijne middag. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Waarom zou ik u zomaar laten gaan? Dat is mijn baan dan op de lijn als u vervolgens... Heeft u iets meegekregen? Huh? Misschien heeft u wel iets gestolen hier. Ik heb niks gestolen. Ik heb geen cappuccino gehad natuurlijk, hè. Nee, niks in mijn zakken, nee. Nee? Nee. Leeg is dan. Laat eens zien wat je in je zak hebt zitten. Oké, ik heb een gebakken aardappel. En ik heb wat appeltjes. Maar dat verkopen jullie hier toch niet? Nee, we verkopen helemaal niks. We zijn peacekeepers. We zijn geen winkel. Oh, peacekeepers. Sorry, herinner me nog één keer. Wat was nou ook alweer een peacekeeper? Oké, weet je wat? Laat maar. Je bent duidelijk of verstrooid of gewoon nog dronken. Voor deze keer laat ik je gaan, maar als ik je hier nog een keer zomaar zie... Ja, dan staat er wel iets voor je te wachten. Ja, kom maar deze kant op. Ik ben maar een verwarde cappuccino-drinker. Maar je weet niet eens wat peacekeepers zijn? Hoe lang woon je hier? Ja, ik kom niet uit deze omgeving. Ik woon hier nog maar net. Nou, dat verklaart een hoop. Nou, ik zorg maar dat je snel op de hoogte bent van hoe de zaken hier gaan. Want anders dan ben ik bang dat je het niet lang gaat volhouden hier. Ja, duidelijk, meneer de peacekeeper. Ja, wat is je naam trouwens? Wat is je naam? Mijn naam is Leon Franco. Leo Franco. Oké, dat schrijven we eventjes op. Ik wil niet in de problemen komen. Geen problemen. Gewoon voor mij een notitie dat ik weet wie je bent en wat je nou vandaag gedaan hebt. Dus als ik je naam nog een keertje voorbij zie komen, dan is dat geen goed nieuws. Dan weet je dat alvast. Ah, dat komt helemaal goed, meneer de peacekeeper. Ik zal niemand meer tot last zijn. Nee, ik ga nu gewoon lekker naar de cappuccino bar en... Ja, weet je waar het is? Café Het Hoekje, dat zit daar op de hoek. Ja, dankjewel meneer de peacekeeper. Ja? Succes. Ja, en ja, fijne dag hè, tot ziens, doei. Wat een idioot. Oh, daar heb ik me perfect weten uit te lullen hè. Wat een domme peacekeeper is het ook als hij me maar niet volgt. Nee, dat dacht ik al. Cappuccino bar, hoe kom ik daar dan weer bij? Ik ben geniaal. Geniaal. Wacht even, volgens mij volgt hij mij wel. Of niet? Nee. Ik loop wel gewoon via een omweg naar huis, denk ik. Dat is wel verstandig, want ja, je weet maar nooit met die peacekeeper. Gekke luidjes, hè. Maar wel jammer dat ik nou die wapens niet heb die ik wel graag wilde hebben. Maar goed, weet je, er zijn zat andere methodes om aan wapens te komen, maar... Volg me. Niet toch? Nee, volg me echt niet. Oké. Nou, we gaan lekker naar huis. We kijken morgen wel even bij een andere plek waar misschien wel wapens liggen. Zoals bij de wapenwinkel of zo. Ja, dat moet wel een succes worden, hè. Nou ja, kijken we dan wel weer even naar. Ja.